wandelen we richting een nieuwe aflevering van de leukste treinquiz van Nederland. Met daarin 1 quizvraag en 3 antwoorden. Van die 3 antwoorden is 1 de juiste. En jij moet raden welke dat is. Welke? Angela, wat doe jij bij de NS? Ik ben servicemedewerker op station Eindhoven. Oké. Gezellig. Eindhoven? Eindhoven de gekste. Wat is de vraag? De vraag is, waarom sluiten de deuren van de sprinter terwijl hij helemaal nog niet gaat vertrekken? Dat hij gewoon stil staat. Klopt. Dus hij staat stil, de deuren gaan dicht. Ja. Als je erin wil, moet je hem openen. En daarna gaat hij weer gewoon dicht. Ja. Waarom? Waarom? Ja, dit. Waarom gaat hij nou dicht? Terwijl hij gaat pas over 10 minuten weg. Nou, de machinist wil dan natuurlijk graag vertrekken. Maar ja, er komen iedere keer mensen aan die weer de deuren openen. Dus daardoor kan de machinist niet gaan. Ja, omdat die treinen zo aangeleverd worden. En die instellingen kunnen ze niet veranderen. ProRail en NS kunnen daar niks aan doen. Nou, dat is om de temperatuur te bewaken in de trein. Ik denk A. Dat ze gewoon zo snel mogelijk weg willen eigenlijk. Ga ik voor B. B was? Even kijken. Ik denk A. Is het goed? Ik denk dat B is. Gewoon zo, dat hoort gewoon. Ja, als instelling. Ik denk C. Ik denk ook C. Ja? Ja. Dat is logisch. Angela, verlicht ons. Wat is het goede antwoord? Het goede antwoord is C. Puur om de temperatuur te beheersen in de trein. Een trein heeft verwarming en airco. Door de deuren dicht te houden, blijft alles goed op temperatuur. Ja, logisch eigenlijk wel. Ja, vind ik ook. Dus, vandaag. Die mensen moeten abonneren. Hoe gaan we ze dat nou laten doen? Mensen abonneren. Ja. Gewoon veel met ze te kletsen en uitleggen waarom ze moeten abonneren. Gewoon laten doen. 2 keer reizen per jaar en je hebt je abonnementje eruit. Laten doen. Oh. Een treinabonnement bedoel jij? Ja, een treinabonnement heb ik het over. Ik werk bij de trein, dus waarvoor zou ik het ergens anders over hebben? Tuurlijk. Maar kijk, dat... Maar jij bedoelt natuurlijk YouTube. Ja. Ja, omdat wij erin meedoen. Dat is al genoeg. Rust in mijn hoofd. Lucht op. Volgende keer een nieuwe vraag. En nieuwe antwoorden. Tot dan!